Het WK staat voor de deur en de verwachtingen rond de Belgen zijn hoog gespannen, wil jij als zo goed? 15 op 30.242 Timmy Simons nam vorig weekend afscheid van zijn Club Brugge. De middenvelder kan terugkijken op 10 voor half 12 s'nachts 21. Gianluigi Buffon nam dit weekend op 40-jarige leeftijd afscheid van Juventus, de opvolger voor de 4 over 11 s'avonds 51. Naar goede gewoonte wordt elke maandagavond uitvoerig naar de kaart over het voorbije voetbalweekend in. 22 op 40.118 naar goede gewoonte ontvangt Frank Raes op maandagavond enkele gasten in extra time. Vandaag zijn 22 op 33.243 Toby Alderweireld lijkt een drukke transferzomer tegemoet te gaan. De Rode Duivel wordt al enkele 6 voor half 11 s'avonds 69 VfL Wolfsburg en Holstein Kiel streden vanavond om een plaats in de hoogste Duitse divisie, de kwart over 10 s'avonds 36 de niet-selectie van Raja Nengolan zal naar alle waarschijnlijkheid nog een lange tijd nazinderen. Kwart over 10 s'avonds 72 vandaag stond de Belgische voetbalwereld in rep en roer door de niet-selectie van Raja Nengolan. 10 uur s'avonds 239 de niet-selectie van Raja Nengolan was uiteraard het gespreksonderwerp van de dag, maar ook de 21 op 52.377 RSC Anderlecht verloor zondag zijn zesde wedstrijd in de play-offs en moest uiteindelijk vrede nemen. 21 op 38.225 KFC Beerschot Wilrijk liet in play-off twee mooie dingen zien en dat is niet onopgemerkt gebleven, zo. 21 op 22.251 Arsenal staat in de startblokken om de nieuwe manager voor volgend seizoen aan te wijzen. De Gunners 7 over 9 s'avonds 285 Bondscoach Roberto Martinez heeft enkele dagen na zijn contractverlenging geen goed figuur geslagen. 9 voor 9 s'avonds 12-2 Standard beleefde onverwacht een uitstekend seizoen, daarom wil het niet al te veel sterkhouders. 20 op 31.305 de niet-selectie van Raja Nengolan voor het WK is ingeslagen als een bom bij voetbalminnend. 20 op 20.339 minder dan een halve dag voor Roberto Martinez zijn selectie voor het WK bekend maakt, lekte al uit. Kwart voor 12 s'nachts 12.38 Club Brugge sloot zijn seizoen af met een 0-1 nederlaag tegen Agent, maar dat kon de feestvreugde 23 op 30.567 maandagmiddag om 12 uur 's middags maakt Roberto Martinez in Tubeke zijn selectie voor het WK bekend, de 23 op 16.740 Anderlecht sluit het seizoen af op een teleurstellende derde plaats en kan de focus nu volledig op 11 uur 's avonds 516 FC Barcelona heeft zijn seizoen nog afgesloten in schoonheid in zijn laatste wedstrijd legt het kwart voor 11 s'avonds 90 Anderlecht lijkt komende zomer afscheid te nemen van een aantal sterkhouders. Zo willen Leander, 22 op 30.932, wat al een hele tijd in de lucht hing, werd vandaag ook bevestigd. Ricardo Zapinto is volgend. 22 op 15.998 Marouane Fellaini is een van de zekerheden in de verwachte WK-selectie van de Rode Duivels. Door, 10 uur s'avonds 124 Timmy Simons werkte vandaag op 41-jarige leeftijd zijn allerlaatste wedstrijd voor Club Brugge af. 21 op 45.276 KRC Genk sloot de play-offs af met een knappe zege op het veld van Anderlecht, maar dat bleek 21 op 30.385 Anderlecht heeft een moeilijk seizoen in Mineur afgesloten, want op de laatste speeldag leed het nog. 21 op 16.595 Antwerp draaide met een volledig nieuwe kern een uitstekend eerste seizoen terug in de Jupiler Pro.
9 uur 's avonds 458. De supporters van Club Brugge hadden het kampioenenseizoen liever op een andere manier afgesloten. 7 voor 9 s'avonds 1045 RSC Anderlecht zal het volgend seizoen zonder Champions League voetbal moeten doen. De Brusselaars 20 op 42.621 Standard heeft een turbulent seizoen op fraaie wijze kunnen afsluiten. De Roesje hadden de beker al. 20 op 32.927